In de kamer, toch? Steeds naar dezelfde kleur te spelen, maar dat is wel leuk. We hoeven niet allemaal te laten zien hoe goed we kunnen voetballen of nog kunnen voetballen. Ik denk dat het beste is dat we gewoon eerst proberen één of twee goaltjes te maken en dat we dan eigenlijk laten zien wat we eigenlijk kunnen. Heel veel plezier vandaag en dan gaat het uiteindelijk gaat daarom succes. Sterk en schiet nou eens op, man. Je bent een wissel of niet? Nee, je bent geen wissel. Nee. Hadden we toch afgesproken, hè? Niks. Niks. We spelen. Twente is gewoon mijn club en Twente is iets bijzonders. Niet alleen maar voor mij, maar ook veel supporters in Servië denken dat Twente is een fantastische club. Club met goede supporters, fanatieke supporters. En ik hoop dat dat zo blijft. Ja, meestal gewoon als ik kan, dan probeer ik er wel bij te zijn. Dan kom je ook uit de buurt, dus dan is de opgave wel iets moeilijker of iets makkelijker om erbij te zijn. Zeg maar. In tegenstelling tot Arjan en Spira, die wel iets meer ervoor over moeten hebben. Maar ja, als ik kan, dan ben ik er. Ja. Ik denk dat het iets van 6-7 wedstrijden zijn op jaarbasis, dus dat valt nog wel mee. Als je zelf niet meer voetbalt, dan heb je er meer de tijd voor in ieder geval. Het is toch altijd wel leuk om met elkaar wedstrijdje te spelen. Geslaagde acties of geslaagde combinaties of een mooi doelpunt of dat soort dingen, daar haal ik zelf meest plezier in. Ja, en met het rustsignaal kunnen wij ook aankondigen dat de stand inmiddels is 0-4 voor de FC Twente All-Stars. Ja, we staan met 4-0 voor, maar het had er eigenlijk een stuk of 6-7 moeten zijn. Als trainer zijn, dan ben je eigenlijk nooit tevreden van de laan. Je bent een aardige jongen, maar dat zijn de stiftballen, dat doen we niet meer. Hè. We moeten hem er gewoon inschieten. Jongen. Het is nog een penalty, man! Jongen. Hoe vind jij dat je zelf nog bent qua niveau? Ik vond dat je nog wel een paar keer achterin je nog wel liet gelden. En zo sta je ook wel een beetje bekend. Ik ben een beetje ouder geworden. Ik ben 48 jaar oud, dus 14 jaar geleden heb ik gestopt met het voetbal. Dus die kwaliteit natuurlijk is niet hetzelfde, maar ik doe voor mijn plezier en ik doe omdat ik hou van voetbal. Uiteindelijk vind je het gewoon leuk spelletje om te doen en als je meedoet doe je best. Maar de volgende dag dan merk je wel van, oh ja, wordt wel een beetje oud. De gezelligheid, de sfeer met die jongens, dat is gewoon het allerleukste. Daar doe je het ook voor. Een Jeroen Heubach, een Spira Krujic, dat soort jongens. En Arjen van der Laan, die komt er gewoon helemaal uit Den Haag. Komt naar Spira uit Servië. Het is toch fantastisch dat ze hier naartoe willen komen. Omdat ze het gewoon gezellig en leuk vinden.